Het is inmiddels oud nieuws dat sigaretten vanaf 2024 niet meer in de supermarkt verkocht mogen worden. Maar in het Verenigd Koninkrijk streeft men ernaar om in 2030 geen enkele sigaret meer over de toonbank te laten rollen. Geruchten gaan dat Nederland zal volgen. Zijn sigaretten dan straks verboden? Hier zijn duidelijk twee kampen merkbaar. De frisse buitenluchtmensen en de stugge deurdouwers. Sigaretten straks naast cocaïne en ecstasy op de zwarte lijst? Wat vind jij van zo'n verbod? Wat is de praat op straat? Wist u dat vanaf 2024 tabakswaar niet meer verkocht mag worden in de Nederlandse supermarkt? Dat was mij niet bekend, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik zelf geen roker ben. En ja, dan raakt het je toch niet. Rookt u? Jazeker. Wist u dat vanaf 2024 sigaretten in de Nederlandse supermarkten niet meer verkocht mogen worden? Ja, heb ik ook iets over gehoord, ja. Nee, dat wist mij niet. Nee. Maar, moet dat? Elk heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Nee, heb ik niet gelezen of iets van gehoord. Maar ik hou me ook helemaal niks met roken bezig. Want ik rook zelf niet. Dus het beleid er inderdaad achter ben ik niet mee bezig. Nee, niet gehoord. Rook jij wel eens? Ik rook wel eens, ja. Wist jij dat vanaf 2024 sigaretten niet meer verkocht mogen worden in de Nederlandse supermarkten? Nee, maar nu wel. Ja. Maar ik vind elk persoonlijk moet zijn eigen keuze daarin maken. Dat hebben wij ook gedaan. Wij hebben veel gerookt in het verleden. En we zijn er nu 6 jaar af en om gezondheidsredenen wat dat betreft beginnen we ook niet. En wist u ook dat in 2030 in het Verenigd Koninkrijk het plan is om de sigaretten en alle tabakswaren gewoon helemaal van de baan te hebben? Nee, dat wist ik niet, maar dat hier in Nederland het geval zou zijn, dat wist ik wel. Wat vindt u van zo'n verbod? Zou mij te ver gaan. Als niet-roker zou ik mij niet raken, wat ik net zeg. Maar ja, hoe ver moet de overheidsbemoeienis gaan? Hè? Nou mag je straks niet meer roken. Maar de volgende is, ik mag geen hamburger meer eten. Het gaat mij te ver. Nou, gaat mij, denk ik, een beetje te ver. Maar ja, dat is persoonlijk bedoeld. Hè? Maar iemand die, sorry, iemand die nooit gerookt heeft, die staat daar heel anders tegenover. Wij vonden het altijd lekker en het ruikt nou lekker. En we missen het ook wel, maar we beginnen niet weer. Qua gezondheid vind ik het prima. Ik zou daar geen last van hebben en ik zou het prima vinden. Want als ik soms om me heen kijk van hoe jong tegenwoordig steeds nog gerookt wordt. En dan denk ik inderdaad van, waar gaat het heen? Wat doet het met je? Realiseer je niet wat het met je doet? Met je gezondheid, met je lichaam, met alles. En ook het kostenplaatje. Ik ben altijd heel verwonderd van dat mensen nog zoveel geld daarin steken. Terwijl je ja, met dat geld zoveel andere dingen kunt doen. Maar een verbod, dan denk ik, hoe zullen ze er dan aan kunnen komen? Hoe gaat het dan? Hoe gaat het met de illegale handel? Ik ben benieuwd hoe ze dat dan willen oplossen. Of niet willen oplossen natuurlijk. Ja, het gaat eigenlijk een beetje te ver. Ieder moet zijn eigen verantwoordingen maar nemen. Ja. Dus u vindt zo'n verbod eigenlijk overbodig? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik vind het een beetje ver. Je moet mensen vrij laten wat ze wil. En ja, goed. Maar ja, die kant ging het ook wel een beetje op. Ook met terrassen en school. Alles wat rookvrij gemaakt nu, dus ja, ik ben er niet echt verrast van, zeg maar. Als Nederland het voorbeeld volgt en er komt zo'n verbod, dan ben je eigenlijk strafbaar bezig met een peuk. Ja, ja goed, dat is dan maar zo, denk ik. Dan moet je er maar vanaf, hè. Betekent dat als Nederland het voorbeeld zou volgen van het Verenigd Koninkrijk, dat dus de roken van de sigaret straks illegaal is? Ja, dat zit er dan wel in. En ik denk ook dat dat straks helemaal in het illegale circuit terechtkomt, als dat zo doorgaat. Dus wat u betreft is dat geen oplossing? Nee, absoluut niet. Ik vind het gewoon een beetje een betutteling hier in Nederland. Kijk, iedereen weet dat het slecht is. En ja, goed. Ik heb wel zoiets, iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. En daar hoeft de overheid zich, wat mij betreft, eigenlijk niet mee te bemoeien. Dus u denkt dat het goed nieuws is voor de onderwereld? Wow, dat is een moeilijke vraag. Zover heb ik er niet over nagedacht. Maar het zal waarschijnlijk ergens illegaal dan vandaan komen. Want tot nu toe, wat er ook besloten wordt, wat er op de pakje staat, welke teksten erop staan, het besluit mensen niet van dat dat doorslaggevend is om te stoppen met roken. Schijnbaar. Maar moeten we dan zo ver gaan dat sigaretten straks op de lijst staan naast de cocaïne en de ecstasy? Dat denk ik niet. Maar ik denk als je deze vraag aan iemand zet die rookt, dat hij daar heel anders op gaat reageren als wat ik erop ga reageren. Ik vind het allemaal prima wat ze ermee doen, want hoe minder rook, hoe minder last als ik ervan heb. Nee, het is wel een verslaving, daar ben ik wel met zover wel mee eens. Maar ik bedoel, ik vind niet dat er zit nog wel een groot verschil tussen, vind ik.
Dus u ziet de sigaret niet op de lijst staan naast de ecstasy en de cocaïne? Nou, voorlopig niet, dacht ik. Nee. Een hele andere verslaving. Ik bedoel, hier over de grens in Duitsland. Het is hier al veel duurder in Nederland. En ja, de meeste mensen hier in de buurt gaan toch allemaal de grens over. Dus. En ik weet niet of dat in Duitsland dan ook al zo ver gaat strekken. Maar ik denk dat straks iedereen de grens over gaat. Bent u niet bang dat na de nicotine straks alcohol op de lijst komt? Nou ja, dat zal de volgende stap kunnen zijn. En ik denk dat iedereen ook zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. En zelf de grenzen moet kunnen bepalen. Maar hoe moeten we dat eigenlijk voor ons zien? Tabakswaar naast ecstasy en cocaïne op de lijst? Ja, dat gaat me gewoon te ver. Ik ben van de generatie dat het eigenlijk normaal was dat je rookte. Ik was dan een van de weinigen die niet rookte. Maar ecstasy en cocaïne vind ik een heel ander verhaal. Dat is ja, echt een probleem. Verslavend. En ook sigaretten zijn verslavend, maar toch op een andere orde van niveau zou ik zeggen.